nadat je speler bent geweest, technisch directeur, nu hoofdscouting. Ja, inderdaad. Dus een hele mooie functie en ik ben er heel blij mee om hier weer te kunnen gaan werken. Ja. Wat ga je precies doen? Nou, het scouting opzetten, en dat is een wezenlijk onderdeel eigenlijk, een heel belangrijk onderdeel voor Vitesse in de komende jaren. Heeft de afgelopen jaren, is daar geen ruimte voor geweest. En nu heeft Mo Allag en de club samen hebben ze besloten om in ieder geval weer invulling te geven aan de scouting. En waarom keer je terug bij Vitesse? Heb je met Mo gesproken over bepaalde dingen wat jou aansprak? Ja, Mo heeft me echt enthousiast gemaakt over zijn ideeën en met name zijn visie op de jeugdacademie en de scouting. En ik denk dat daar de komende jaren heel veel te halen valt. We waren toch de hiaat een beetje de afgelopen seizoenen. En door een scoutingsysteem op te zetten, kun je ook weer zelfstandig worden de komende jaren. Als analist heb jij de Eredivisie gevolgd, dus ook Vitesse. En je bent hier vaak geweest op deze trainingsaccommodatie. Heeft dat dan ook meegespeeld, dat je de club wel gewoon gevolgd hebt? Ja, maar natuurlijk. Kijk, ik heb hier 7,5 jaar fantastisch gewerkt en heel veel meegemaakt natuurlijk. Dit is een fantastische club en Vitesse is een club waar je van houdt of je haat hem. En ik hou van Vitesse en zo simpel is het. En je hebt hier als speler ook veel mooie momenten meegemaakt. Ja, de mooiste. Ik denk dat wij in die periode het beste elftal hebben gehad, misschien wel wat Vitesse ooit heeft gehad. En, dat blijft natuurlijk altijd een wezenlijk onderdeel van je leven. En naderhand nog terugkomen als technisch directeur. En ik zie nu dat er ook weer steeds meer oud-Vitessenaren terugkomen. En dat is belangrijk voor de identiteit van Vitesse. En dat geeft ook weer een clubgevoel. En Theo Jans is dan nu in scouting, Bosco Boersarts, oud-speler. Dus met 3 oud-spelers is dat een mooi clubje. Ja, absoluut. En er valt een hele hoop werk te verrichten. Wij zullen echt een database op moeten gaan richten waar Vitesse heel veel plezier uit kan gaan halen de komende jaren. En dat vereist een heleboel reizen en een heleboel energie. Maar dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. En is het dan vooral gericht op jeugd of ook gewoon op dat eerste elftal? Beide. Je moet natuurlijk ook intern scouten. Ik vind het heel belangrijk en de club ook dat met name talenten die er zeker aanwezig zijn in de jeugdacademie de komende jaren het eerste elftal gaan bereiken. Dus dat heeft voorrang. Dus je gaat eerst scouten wat daar rondloopt en vervolgens gaan we kijken wat er wat nog voorradig is in binnen- en buitenland.